populair bent, alsjeblieft om je even aan te melden en te schrijven. In de tent. Het is druk en gezellig bij de inschrijfbalie. Als je hier aankomt lopen, je denkt, wat is de drukte hier? Dit is de nieuwjaarsduik, 1 januari 2015. Georganiseerd door Scouting Hellevoetsluis. En als u mee wilt doen, dan kunt u zich inschrijven in de tent. Daar is het uit de wind en dus lekker warm. En dan om 11:45 gaan we met de warming-up beginnen. De warming-up wordt aangeboden door de Health Factory Fitness en Lifestyle. Uiteraard nadat hij hier een lekker ertsoepje heeft gekregen, kunt u binnen nog een kopje koffie halen bij Cape Elias. Geweldig 2015, hè? Het laatste stukje. Dat is lekker.
Ik heb het wel gedaan hoor, in Scheveningen, maar eerlijk gezegd niet helemaal mijn ding, toch een beetje te fris. Goed hè? Soep bij de tent, dames en heren. Elias kunt zich ook even omkleden en heeft hij zich omgekleed, kunt hij bij de tent een lekker bakje soep halen en een oorkonde voor het duiken. Jawel, jawel. Het was leuk. Een goede duik, dames en heren. Ik heb dat hier gezien. Hier hangen we een druppel van aan bij die man. Handen weer opgewarmd. Even opgewarmd. Een piece of cake. Een hele mooie tent heeft hij ook niet. Onze nieuwe scouthut. Sluis een heel blij dat u er was vanmiddag. Vergeet ook uw oorkonde niet, dames en heren. Uw oorkonde. Naast het bakje soep krijgt u ook nog een oorkonde als u meegedoken heeft. Met de Inox serieuze nieuwjaarsduik. Handbalvereniging Helie is ook aanwezig. Welkom mensen. Kijk maar eens man, die ziet er weer zo warm uit. Doena die kan een maand lang gratis sporten bij de Health Factory. Op de sportlaan zit dat. Ja, wacht nog even tot er een paar laatste mensen omgekleed zijn. Dan zijn we zo nog de prijsuitreiking. Heerlijk, kijk eens voor nu nog. Bon, bonjour Seth. Ze springt op de tafel. Ja, en ik zie ook RTV Rijnmond aanwezig. Helemaal leuk dat hij ook aandacht besteedt aan dit mooie evenement. Ik voel me sexy, alles in de derde zonne, ik heb het gevaarlijk. Als ik dans, steek ik mijn hand op, ga mijn voeten. Een maand lang gratis sporten bij de Health Factory. Dus Ja, we zien wel waarschijnlijk. Ja, maar we weten dat het niet is. Ja, maar Nou, was geslaagd denk ik zo, hè? Nou, zo geweldig. Reddingsbrigade van Hellevoet Sluis, die gezorgd hebben dat we weer een veilige duik hebben kunnen hebben. Heel belangrijk. Cape Elias, we hebben kunnen omkleden en de soep kunnen opwarmen. En voor de rest, we hebben allemaal de warming-up kunnen zien door de Health Factory. Op de sportlaan bij de Eendracht. Voormalig Yvonne's Lifestyle. En uiteraard de hoofdorganisator Scouting Hellevoet Sluis, die het met heel veel plezier gedaan heeft. En ik denk dat we volgend jaar dit zeker kunnen evenaren. Ja, dat moet lukken. Dat moet zeker lukken inderdaad. Ja. Heel leuk, helemaal top.
Dus dat gaan we doen volgend jaar. Dan gaan we dit verder, de Unox serieuze nieuwjaarsduik 2016 gaan we dan weer opleiden. Applaus voor de start.